bij OneFit Working Out From Home. Mijn naam is Marloes hier en OneFit presents Dozen Booty. Dus we gaan onze Peachy Bum trainen. Doe je met me mee? Dan gaan we van start. Dus, we beginnen met ronde 1. Mocht je het elastiek hebben, dan neem je dat er nu bij. Het zijn 4 oefeningen. En die doen we allemaal met de band. Die mag je om de bovenbenen plaatsen. Dus kom lekker liggen op je rug. Voeten moet je ongeveer aan kunnen tikken. Eerste oefening is de hip thruster. Dus je gaat op en neer. Billen krijgen goed samen op het moment dat je omhoog komt. Oefening 2. Je blijft op. Knieën gaan naar buiten. Dan hebben we oefening 3. Je komt liggen, of sorry, zitten. Handen. Plaats je met je vingers naar voren. Goed je borst recht op. Voeten plat op de mat. En je knieën gaan naar buiten. En dan hebben we 4. Dan mag je je elastiek eventjes om je enkels heen doen. Voetzolen tegen elkaar. Knieën laat je uit elkaar vallen. En dan gaan die billen omhoog. Als een butterfly. Deze ronde doen we 25 seconden per oefening. En dan heb je 10 seconden rust tussendoor. Dus we gaan van start. Plaats het band om je bovenbenen. Kom liggen op je rug. Enkels kan je ongeveer aantikken. En dan gaan we over 5 seconden starten. Oké, daar gaan we. In 5 minuten. Op en neer. Hip thrusters. Daar gaat hij. Op en terug. En blijf telkens die billen goed samenknijpen als je omhoog komt. Je knieën blijf je uit elkaar duwen. Dus als je een elastiek om je benen hebt, dan zijn die knieën goed naar buiten. Ga door. Nog even. En break. Oefening 2. Was dus met de knieën opzij. We blijven bovenin. Maak jezelf klaar. Daar gaat hij. Dus op en opzij. Knijp die billen goed samen. Je voeten blijven plat op de grond. En vergeet niet dat je ook moet blijven ademen. Yes. Rustig terug. Tot zit. Voeten plat voor je. Handen achter je. Schouders naar achteren en omlaag. Borst op. Die knieën gaan naar buiten. Dus naar buiten. Voelen we zo? Anders kunnen die knieën natuurlijk verder naar buiten, hè? Yes. Laatste oefening. Laatste. Band op je enkels. Voeten tegen elkaar aan. En we gaan met die butterfly billen omhoog. De peachy bum is in de maan. Blijf goed. Die billen samen knijpen elke keer dat je omhoog komt. En we voelen ons zo licht als een vlinder als we dit doen. Het voelt natuurlijk anders, dat weet ik heus wel. Dat maakt het net iets gemakkelijker. Yes. We gaan naar ronde 2. Dus, we gaan staan. Elastiek mag weer om je bovenbeen heen. En we gaan beginnen met de quick feet. Dan hebben we een squat als tweede oefening. Met een side raise. Squat. Andere been side raise. Dan hebben we 3 keer een puls. Dan een squatje. En kom je terug omhoog. Oefening 3. En oefening 4 is een sidestep. 2 keer naar rechts. En 2 keer naar links. Dat is de tweede ronde die we gaan doen. Dus maak jezelf klaar. Band om je bovenbeen. We beginnen met de quick feet. Daar gaat hij. Licht gebogen knieën. Billen naar achter. Borst op. En blijf met die voetjes van de grond komen. De vloer is lava. Lekker shaken. Je billen trillen. Nog even.
bike race. Daar gaat hij. Dus squat, side race, squat, andere kant. Midden naar achter. Knieën niet voorbij de tenen. En dat been zo lang en sterk mogelijk opzij. Blijven lachen. Oefening 3. Squat puls. Met jump erbij. Voel je dat je hartslag wat omhoog gaat? Dat is de bedoeling. Dus 3, 2, 1 op. En terug. 3, 2, 1 op. En terug. Vijf voet laag. In die puls. En een break. Sidestep. Links en rechts. Daar gaan we. Goed laag blijven. Dus laag. Twee keer. En twee keer. De andere kant op. Probeer de spanning op het elastiek te houden. Dit ga je voelen. Als je het goed doet. Ik voel hem in elk geval. En overleefd. Ronde 2. Nu voelen we dat die billen lekker in de fik staan. Als het goed is. Geburnt rond en bol. Maar we willen natuurlijk ook een strakke buik. Dus we gaan naar ronde 3 voor de buik. Oefening 1. Handen plaats je achter je. Trek je knieën in. En uit. Strek uit. En oefening 2. Je komt omhoog en je tikt je enkels om de beurt aan. Schouders blijven van de mat. Dan oefening 3. Je tikt achter, tik op, tik achter en op. Ronde 4 is knieën richting je borst en je beweegt kleine stukjes naar beneden en weer terug. Dus dat zijn de buikspieren. We beginnen met ronde 1. Dus kom zitten. Strek uit en in. Uit en in. Probeer je borst goed op te houden. En echt de kracht uit je buik te halen. Dus ga niet hangen in je onderrug. Blijf er een beetje bij lachen. Hartstikke leuk om te doen dit. Yes. De crunch met enkelstik. Dus we blijven hoog. Tik die enkels om de beurt aan. Schouders blijven van de mat. Voor de zijkantjes. Ga door. Nog even. Yes. De derde oefening. Strek je benen goed uit. Dikke achter en op. Daar gaat hij. Op en terug. Op en terug. En dit zijn geen enkels, hè? Helemaal omhoog. Zo ver als je kunt. Gebruik die bovenste buikspieren. Laatste ronde. Knieën richting je borst. En weer terug naar beneden. Ready. En go. Op. Terug. Dus je laat ze niet helemaal terugvallen. Kleine stukjes richting je borst. Als het goed is, voel je dan dat je onderbuik geactiveerd wordt. Lunge
derde is een squat, dus je been staat op heupbreedte. Je komt omlaag en je lift je hielen, buikspieren aan en je knieën gaan opzij. Probeer goed naar voren te blijven kijken. En de vierde is de sumo squat. Benen zijn wijd, voeten wijzen naar buiten. Je komt omlaag en je linker en je rechter hiel gaan om de beurt naar beneden. Mag toch? Let's do it! Dus, gaan we blijven pulsen. Laag je borstjes op. Knieën wijzen recht naar voren richting je tenen. Andere knie gaat richting de grond. Voelen we hem al? Anders kun je dieper. Dieper, dieper. Blijf bouncen onderin. Naar de andere kant. En actie. Makkie. Ga door en door en door. Blijf goed laag. Voor 10 seconden. Lachend. Twee vingers in je neus. En op. Voet op heupbreedte. Tenen aan de grond. Hielen van de mat. Dus laag. Knieën opzij. Gaat-ie goed? Lekker, lekker, lekker. En dit lukt alleen als je je buikspieren aanspant. Dus gebruik ook die in deze oefening. Laatste! Sumo squat. Voeten wijzen naar buiten. Goed laag. En de hielen van de mat. Dus. Blijf goed laag. Geen gesmokkel. Die chocola en chips. Zit allemaal in je billen en je benen. Wordt nu weer strak. We zijn er bijna. Hou vol. Yes. Hartstikke goed gedaan. Dit was ronde 1. Jullie mogen ronde 2 nog een keertje voor jezelf doen. En dan zijn jullie weer helemaal peachy bam en app ready. Bedankt allemaal voor het meedoen. Ik hoop dat jullie allemaal een mooie peachy bam hebben gekregen. Voel even of ze er nog aan zitten. Mocht je nou geïnteresseerd in nog meer filmpjes, dan moet je je even abonneren op het OneFit kanaal. Tot de volgende keer!